Ja, dat klopt. Het is een belangrijke week. Het was deze week de week van de vierde pijler. Ik ben dan ook heel blij dat ik vandaag hier aanwezig mocht zijn om de prijzen uit te reiken. Ik ben zelf meester van een project in India waar we werken met kinderen in de slum. Ik heb daar heel veel geleerd, maar ik heb vooral gezien hoe waardevol de initiatieven zijn van de vierde pijler. En als minister van Ontwikkelingssamenwerking ben ik ja, zeer blij en zeer trots dat ik deze initiatieven mee mag ondersteunen. Gefeliciteerd. Jullie zijn allemaal de ambassadeurs van de internationale solidariteit. En voor mijn werking is de vierde pijler een enorm belangrijke partner. Ik wil jullie van harte feliciteren en bedanken voor jullie inzet. Ik wil ook de vierde pijler bedanken voor de ondersteuning die zij geven aan de vele initiatieven, omdat de echte verandering heel vaak van onderuit bestaat. En ik denk door samen te werken, door samen aan die kar te trekken, door samen internationale solidariteit te verdedigen en daar waar we kunnen onze steentje kunnen bijdragen, dat we zo ervoor zullen zorgen dat iedereen in de wereld erop vooruit wil gaan. Dus ik wil jullie van harte feliciteren, heel erg bedanken, ook met het initiatief om foto's te nemen, omdat ik het ook heel belangrijk vind als minister wat jullie allemaal op het terrein doen. Het is ook heel belangrijk dat we dit communiceren. En de fotowedstrijd is, ja, een beeld zegt heel vaak veel meer dan 1000 woorden. De beelden die ingestuurd zijn, spreken voor zich. Het feit dat jullie daar allemaal aan mee deelgenomen hebben, is super belangrijk. Maar ik ben ook heel blij om te zien dat jullie de klik maken van hoe moeten we communiceren, hetgene dat jullie allemaal eigenlijk verwezenlijken en op jullie manier jullie steentje in bijdragen. Dus een dikke merci daarvoor en keep up the good work. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ik zou zeggen, welkom bij het Vierde Pijler Steunpunt en bij de Vierde Pijler in Vlaanderen. We gaan u zeker op de hoogte houden waar we allemaal mee bezig zijn, zodat we daar in de toekomst misschien ook nog kunnen samenwerken. Hartelijk dank om hier aanwezig te zijn vandaag.